Nou, normaal gesproken zou het hier al groen moeten zijn. He, door de warmte van de auto's, dan groeit het hier altijd veel sneller dan op de hei. Omdat op de hei altijd wat kouder is. Zoals je ziet, ja, staat hier ook helemaal niets. Dus voordat hier zo hoog staat, ja, dat kan nog wel weken duren. En dus grazen de schapen niet op de hei, maar eten ze thuis in de schaapskooi. Normaal lopen we nu al op de hei. Als de voer staat. Als de voer staat? Als de voer staat, ja. Maar dit jaar is het heel droog. Ja, ze groeit gewoon heel weinig. Of helemaal niks, eigenlijk. Door de kou, door de droogte. We moeten gewoon warmte hebben en regen. Nattigheid en warmte. Zodat alles weer begint te groeien. Iedere dag dat de schapen niet de hei op gaan, kost geld. Normaal grazen de dieren hun eigen kostje bij elkaar, helemaal voor niets. Maar nu moet kuilvoer worden gekocht. En dat is niet goedkoop. Ja, dat kan rond de 75 euro tot 100 euro per dag zijn. En als je nog een maand binnen moet blijven, ja, dan heb je zo'n paar duizend euro kwijt. Regen en warmte, voor de schapen kan het niet snel genoeg komen. Voorlopig blijven de dieren in de schaapskooi wachten tot code oranje is overgewaaid.